Aan de Haarlemmer Trekvaart in Oegstgeest ligt de historische scheepstimmerwerf Klaas Hennepoel. Wie met het pontje naar de overkant vaart, kan zien hoe werfbaas Alexander de Vos een klassieke boot bouwt uit hout van een 200 jaar oude eik. Hier op de scheepstimmerwerf gaan we er een boeier van bouwen. Een boeier zoals de Leidse stadsboeier tot eind 19e eeuw in de vaart was. Zo'n schip willen we reconstrueren. En daarvoor hebben we die eik van Huis de Manpad op de ouderwetse manier met de hand omgezaagd. Met de mallejan, met paarden hebben we hem uit het bos gehaald. Met een schuit over de trekvaart, over de Leidse vaart, de Haarlemmer trekvaart. Eerst naar de werf hier getransporteerd. En vanaf de werf zijn we naar de houtzaagmolen De Heesterboom in Leiden gevaren. Daar is hij in het water, in het balkengat gerold. En daar ligt hij nu te wachten op een mooie dag met veel wind, zodat hij op windkracht verzaagd kan worden. En dan komt hij weer terug hier naar de werf. Dan leggen we hem in de houtloods om te drogen. En bouwen we er een schip van. Ja, de manier waarop we werken is de manier van vroeger. In harmonie met de natuur. Als in een eik staat eerst 120 jaar in een bos CO2 om te zetten in eikenhout en zuurstof. Daar worden we blij van. Als je hem dan velt en niet in de kachel of in de elektriciteitscentrale stopt. Maar je verwerkt hem op deze manier met handgereedschappen. Op een respectvolle manier. Dan blijft die CO2 gebufferd in het schip of het gebouw wat je van dat hout maakt. En op die manier sluit je de cirkel, ben je echt circulair bezig. En na 120 jaar is misschien dat schip weer verrot, maar ondertussen is er weer een nieuwe eik gegroeid die je dan weer om kunt zagen. En zo blijf je in een cirkel rondgaan zonder dat je roofbouw op de planeet pleegt. Op het Huis de Manpad moest een 150 jaar oude laan, restanten van een laan, afgezaagd worden. Omdat die bomen op waren, we wilden de laan vernieuwen. En toen dacht ik, hoe kan ik dat verhaal goed aan het publiek vertellen, dat ze snappen waarom we dat doen en niet de bomen eindeloos laten staan. En toen kende ik Alexander de Vos van de scheepswerf, Klaas Hennepoel. En ik dacht, die heeft misschien nog wel wat eiken, krommers nodig. En zo is het gekomen eigenlijk. Over hoe lang is die af waarschijnlijk? Dat veronderstelt dat we een project hebben, maar dat hebben we helemaal niet. We hebben een avontuur. En van avonturen weet je nooit wanneer je aankomt, waar je aankomt. Je weet alleen maar dat het heel mooi is en dat je er enorm van moet genieten. Zo is deze werf tot stand gekomen. Dat heeft decennia bijna gekost, maar het resultaat is er. En dat hebben we het idee ook met die boeier. We gaan hem gewoon maken, we gaan hem gewoon bouwen en ervan genieten. En we zien wel wanneer die klaar is.